Hallo, ik ben Zaakje en ik ga een heerlijke Sinterklaascake maken. Om de Sinterklaascake te maken heb je nodig de mix van Koopmans van Boerencake, boter, 4 eieren, chocolade, een halve sinaasappel, speculaaskruiden en wat kruidnootjes. Ik heb het beslag al even gemaakt met de losgeklopte boter en de eieren en de mix voor Boerencake en verdeeld over 2 kommen. Door de 1 helft van het beslag doe ik de speculaaskruiden. Dit roer je even goed door. Zo. Door de andere helft gaat het sinaasappel, rasp en sap van een halve sinaasappel gebruiken. En wat van deze kruidnootjes. Ik heb ze lekker zelf gemaakt, maar je kunt ze kant-en-klaar kopen. Ik heb het cakeblik alvast even ingevet en een bakpapiertje op de bodem, zodat je hem zo makkelijk eruit krijgt. Dan kun je het cakeblik gaan vullen. Ik doe onderop het speculaasbeslag. Ik krijg zo meteen natuurlijk een mooie bruine kleur. En dan mag het gele beslag erin met het sinaasappelsmaakje en de kruidnootje natuurlijk. En om zo een mooi marmer effect te krijgen, schep ik het een beetje door elkaar heen. Dan mag de cake de oven in. Ik bak hem ongeveer een uur op 160 graden. Na een uurtje ziet mijn cake er zo uit. Test sowieso of die gaar is met de satéprikker. Ik heb ondertussen chocolade met een stukje boter warm gemaakt. Dit giet ik over mijn cake. Dat je het mooi verdeelt. Het is natuurlijk echt de perfecte combi met die sinaasappel. Chocolade sinaasappel is echt heel lekker. Kijk, doe je het mooi zo. En dan is het nog een kwestie van versieren met je kruidnootjes. En dan heb je echt een Sinterklaascake. Wil je zelf deze feestelijke Sinterklaascake bakken? Kijk dan op koopmans.com voor het hele recept. En heel veel plezier met bakken!